hier kijk ik altijd het meest naar uit, want we hebben dit jaar echt heel erg veel gedaan voor Perel. We hebben een paar grote projecten opgeleverd waar we jullie leven een stuk makkelijker mee gaan maken. Allereerst, Perel Workflows. We hebben het mogelijk gemaakt om straks via een workflow vaste en variabele loonmutaties te gaan boeken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? We hebben zo meteen profielen, workflows en looncomponenten. Jij kan zo meteen voor jouw payrollregelingen verschillende profielen aangemaken. In deze profielen neem jij vrije velden op. En deze vrije velden koppel jij aan parameters van een looncomponent. Volgt iedereen mij? Dus wat je kan gaan doen, met die velden die je in het profiel vast gaat leggen, ga jij je looncomponenten aansturen. Nou, hier koppel je workflows aan vast, zodat je zometeen in Insight, MSS en ESS taken kan gaan opzetten om workflows aan te gaan sturen. Wat bereiken we hier nou mee? Waarom zouden we dit willen? Allereerst, we hebben Payroll hiermee echt simpel gemaakt. Voor de mensen onder jullie die wel eens een parameter boeken op een looncomponent, dan wel op CAO-niveau, werkgeverniveau, medewerkerniveau. Het kan best even duren voordat je zo'n parameter hebt vastgelegd. Hiermee, met dit project, verplaatsen wij die hele complexiteit verplaatsen wij naar de inrichting van de profielen. Jij zorgt dat alles op het profiel geregeld is. Vervolgens is de insight een kwestie van een veldje vullen en het component voor de betreffende medewerker wordt aangestuurd. Echt heel eenvoudig. Daarnaast, dankzij de ESS-taken die je hiervoor kan maken, kunnen medewerkers zelf hun keuze vastleggen. Dat zal vandaag de dag zal ook gebeuren. Alleen vervolgens dumpen de medewerkers die keuze bij jullie en mogen jullie het in het systeem gaan lopen boeken. Maak er een workflow voor aan en de medewerker kan vanuit Insight zelf naar een bepaald portaal gaan en zelf zijn keuzes vastleggen. Nog een ander belangrijk ding hiervoor, en dat is een wens die veel van jullie naar ons geuit hebben, is dat je hiermee het vier ogen principe kan toepassen. Dat betekent dat wanneer salarisadministrateur A een mutatie inboekt via een workflow, die workflow eerst langs salarisadministrateur B kan gaan, alvorens die direct in het systeem geboekt wordt. Momenteel wanneer jij een mutatie aan het boeken bent in Profit Windows, heb je geen logging. Je hebt geen invloed op wat vastgelegd wordt, wie wat wanneer uitvoert. Door het in workflows te gaan borgen, kun je bepaalde mutaties door je organisatie heen laten bewegen, alvorens het in Profit geboekt wordt. Flexibele arbeidsvoorwaarden is voor ons een grote motivatie geweest om dit project op te pakken. Ik noem het hier flexibele arbeidsvoorwaarden. Voor mij heet het ook individueel keuzebudget, MKA, PKB, employee benefits. Ik ben heel veel termen tegengekomen tijdens onderzoek voor dit project. Waar het op neerkomt is dat de medewerker zelf keuzes kan gaan maken voor zijn arbeidsvoorwaarden. In veel cao's krijgen ze een bepaalde pot waar ze dan vervolgens keuzes uit kunnen gaan maken. En die dus nu via workflows vast kunnen leggen in Insight. Een van de meest veel voorkomende voorbeelden daarvan is het kopen en verkopen van verlofuren. Dit kun je straks volledig gaan regelen in Insight. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Jullie gaan een profiel aanmaken, verlof kopen. In het verlof kopen bepalen jullie wat de regelingen mogen zijn, de keuzes die de medewerkers kunnen maken. Vervolgens kan de medewerker die workflow in gaan sturen in Insight. Wanneer de workflow ingestuurd wordt en geaccordeerd wordt door de salarisadministrateur, wordt er automatisch een verlofcorrectie geboekt en wordt er automatisch een loonmutatie uitgevoerd. In één keer. Andere zaken die je kan bedenken voor flexibele arbeidsvoorwaarden zijn dingen als extra pensioen, mobiliteitsvergoeding, opleidingen. Het verschilt heel erg per cao. Daarom hebben we ook geprobeerd om dit project zo flexibel mogelijk in te zetten. Sterker nog, ik heb jullie verteld over de profielen en de velden die je kan koppelen aan looncomponenten. Je kan echt los. Je kan zoveel velden toevoegen in één profiel als je wil. En daarmee dus in één workflow zoveel looncomponenten aansturen als je maar wenst. Van mijn part maak je een heel formulier, accordeert hem en een medewerker kan in één keer 20 verschillende looncomponenten aansturen. Ongelooflijk flexibel. Ik ga jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Daar was ik weer. Allereerst gaan we even een hele makkelijk voorbeeld tonen van Payroll Workflows. Ik ga even uit F11-modus. En we gaan even Kees Sandbergen, want dat is de medewerker die ingelogd is, gaan we even als voorbeeld gebruiken. Even om aan jullie te bewijzen dat het echt werkt. Zal ik eerst bij Kees laten zien. Dit is het tabblad looncomponenten. Er staat nu niks geboekt. Dan gaan we naar Insight toe. Heb ik hier een profiel aangemaakt voor de personeelsvereniging. Nou, je ziet, ik heb hier een leuk tekstje bij geplaatst om een medewerker van, hey, kom op, word lid van onze personeelsvereniging, is echt hartstikke leuk. En je ziet één klein vinkveldje. Nou, de profielen zijn zo dusdanig in te richten dat je hier kan zeggen van, het moet een bepaalde periode zijn, het moet van een bepaalde datum zijn, het moet vanaf het begin van de maand ingaan. Ik wil alles de medewerker zelf laten kiezen. Ik wil zelf de medewerker laten kiezen hoeveel die bijdraagt aan de personeelsvereniging. Je kan echt helemaal los.
Ik heb voor het voorbeeld heb ik me even lekker simpel gemaakt. Maar Kees wil wel graag lid worden. Dus Kees vinkt het vinkje aan en drukt op aanmaken. Nou, vervolgens gaat de workflow ergens de organisatie in. Wat mij betreft zou deze in principe conditioneel afgekeurd afgehandeld mogen worden. Ik druk even op goedkeuren. Dat is het. Wat er nu gebeurd is, ik heb als Kees een keuze gemaakt. Die is dan wel niet conditioneel afgehandeld en die is nu vastgelegd in Profit. Wanneer ik nu bij Kees ga kijken op het tabblad looncomponent, zie ik dat mijn looncomponenten direct aangestuurd zijn. Vinden jullie dit gaaf? Dankjewel. Een ander voorbeeld, wat ik zojuist al even noemde. De flexibele arbeidsvoorwaarden. Daar wil ik ook graag even eentje van laten zien. Namelijk verlof kopen. Ik heb al ingericht dat medewerkers verlof mogen gaan kopen. En ik ga als Kees Sandbergen een lang weekendje weg. Weg. En ik wil daardoor 16 uurtjes, zodat ik de maandag en de vrijdag erbij kan pakken. Het verlof wat ik hiermee boek, is in mijn geval bovenwettelijk verlof. Jullie mogen me het vertellen als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij is dat 99% van de tijd het geval. Nou, Kees heeft wel wat extra vakantie verdiend, dus ik ga akkoord met zijn aanvraag verlof kopen. Wat er nu gebeurd is, Kees Sandberg heeft hier een verlofcorrectie gekregen. Je ziet hem, bovenwettelijk 16 uurtjes. En in de salarisverwerkingscockpit zullen we zien dat hij opnieuw verwerkt moet worden. Want er is immers een loonmutatie geboekt. Hey, hoe eenvoudig is het nou dat ik met één workflow, één keer 16 uurtjes invullen, verschillende dingen in het pakket aanstuur waar je voorheen altijd apart moest gaan boeken. Nou, zal ik ook nog even bewijzen dat het echt gelukt is. Kees Sandbergen. En dan zien jullie hier de inhouding in verband met verlofuurtjes kopen. Nou, makkelijker dan kan het niet, denk ik. Voor dit project, zoals ik al zei, we hebben de flexibiliteit toegevoegd, zodat je gewoon zoveel mogelijk componenten in één workflow kan hangen. Maar je kan voor elke regeling in jouw CAO, kun je in principe workflows gaan vastleggen. He, dus voor alle ESS-taken en MSS-taken, alle componenten die op medewerkerniveau en op boekingsniveau te muteren zijn, kun jij lekker los mee. Ik denk heel fijn.